Je kijkt naar het weerjournaal van weerplaza. We hadden vandaag veel bewolking boven Nederland en die bewolking houden we nog wel eventjes hoewel er op de Noordzee wel wat opklaringen klaar liggen. Betekent dat het wolkendek geleidelijk dunner gaat worden en dat de neerslagkansen in ieder geval gaan afnemen. De computer berekent dat ook. Het klaart wat op, vooral in het noorden van het land. Over het zuiden van het land blijft de neerslagzone wel wat slepen en later dan zitten we inmiddels al wel richting de zaterdag dan zien we de neerslagkansen wel weer wat toenemen. Maar voorlopig is het dus allemaal kalm. Aan. Aan, niet helemaal droog en bewolking kan best hardnekkig zijn. Vanavond is dat met name het geval in het zuiden van het land. In het noorden van het land al wel wat opklaringen. De temperatuur daalt naar een gemiddelde waarde van een graad of 7. Vannacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 6-7 graden in het zuiden, maar in het noorden, Noordoosten is het veel kouder met 2 graden. Op plaatsen waar bewolking nog aanwezig is, zijn de zichten misschien niet zo best, maar er is nog geen sprake van mist. Als het even opklaart, kan er wel op vrij uitgebreide schaal mist ontstaan. Nou, dat lost morgen geleidelijk aan op. Dan breekt de zon af en toe door en zie je in de noordelijke helft van het land af en toe de zon schijnen met een enkele bui in de middag. In het zuiden van het land is de bewolking hardnekkiger en valt dus ook vaker wat neerslag. Het zijn niet meer de grote hoeveelheden van vandaag, maar het is dus wel nog af en toe nat. De temperaturen vrij hoog, 11 tot maar liefst 13 graden. Het blijft ook vrijdag en in het weekeinde zacht. Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een westelijke richting en regelmatig zon. Overigens na een Frisse nacht met opnieuw kans op mist, dus in de ochtend kan het dan wel even grijs zijn. Na zaterdag en zondag dan wat wisselvalliger weer. De kans op neerslag neemt wat toe, het zijn geen heel grote hoeveelheden, maar af en toe wat nattigheid, soms wat zon tussendoor en een temperatuur van ongeveer 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.